Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering komt sociaal zwakkeren tegemoet met vierde verhoging financiële uitkeringen. Verbetering elektriciteitsinfrastructuur moet nationale ontwikkeling ondersteunen. Suriname en Frans-Guyana buigen zich over gezamenlijk grensbeheer. En SBM opent een incassokantoor in resort Wageningen. De regeringsraad heeft op woensdag 12 juli besloten de financiële uitkeringen aan sociaal zwakkeren te verhogen. Het gaat om de algemene oude dagsvoorziening, de algemene kinderbijslag, de financiële bijstand voor mensen met een beperking en de financiële bijstand aan zwakke huishoudens. De regering is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en tracht op deze manier verlichting te brengen in de situatie van deze groepen. Het betreft sinds 2020 de vierde verhoging op financiële uitkeringen. Er is vandaag weer een regeringsvergadering geweest, RRV, en er zijn weer belangrijke zaken besproken en besluiten genomen. Een highlight van deze vergadering was het goedkeuren van het raadsvoorstel van minister Ramsaran voor het verhogen van de financiële uitkeringen en bijstanden. Het gaat hierbij om het volgende. Er is goedgekeurd dat vanaf 1 juli 2023 AOV wordt verhoogd van 12,50 naar 17,50. De AKB, Algemene Kinderbijslag, wordt verhoogd van 125 SRD per kind naar 200 SRD per kind. De financiële bijstand voor mensen met een beperking wordt verhoogd van 17,50 naar 2500. De financiële bijstand voor zwakke huishoudens wordt verhoogd van 1250 naar 1750 SRD. Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en AOV genieten, hun financiële bijstand voor mensen met een beperking blijft gecontinueerd. Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en AOV genieten, kunnen ook de financiële bijstand voor mensen met een beperking en of zwakke huishouden aanvragen. Personen met een permanente beperking, ongeacht het inkomen van het gezin, die komen in aanmerking voor financiële bijstand voor mensen met een beperking. Dit wordt de vierde verhoging sinds 2020. NV Energiebedrijven Suriname voert landelijk projecten uit om te voorzien in de elektriciteitsvraag en ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling. Technisch directeur Marcel Eindhoven belicht in gesprek met de communicatiedienst Suriname de huidige activiteiten om aan de behoeften te voldoen. De functionaris is dinsdag deelgenoot geweest van een onderhoud tussen de RVC en directie van de EBS met president Santokki. Hierbij zijn ook de gasprijzen aan de orde gekomen. U hoort technisch directeur Eindhoven ook hierover. Nou, de behoefte, laat maar zeggen, de groei die we een aantal 5 jaren geleden hadden, die is er even niet. Het is nu een beetje stabiel, het groeit langzaamaan. Maar waar we nu mee bezig zijn, is dus we hebben via de overheid ondersteuning gehad van de IDB, Caribbean Development Bank. En met die projecten zijn we bezig dat elektriciteitsnet, de voorzieningen die er zijn, die van heel oud zijn, 50, 60 jaar, en die hun langste tijd hebben gehad, om die voorzieningen of nieuwe voorzieningen aan te leggen. Zodat als straks de economie weer oppakt, iedereen praat over oil en gas, dit en dat, en wat er mee komt. Om dat te doen, dan moeten die mensen energie hebben. Dus dat stukje is nu wat we doen. We zorgen ervoor dat de infrastructuur, de nieuwe infrastructuur, grotere infrastructuur, dat die wordt aangelegd. Zodat we voor de komende 20, 25 jaar, als we een redelijke groei, echt groei, 5, 6, 7%,
dan dat we geen, niet in problemen komen. Maar dat we iedereen kunnen voorzien, waardoor dan het hele systeem, de economie van het land, lekker weer kan gaan draaien en op stoom kan komen. Dus dat zijn die projecten. We hebben dus in Ikeri, bouwen we 2 stations in de lijn. We bouwen in Paramaribo, moet je denken meer in Paramaribo West. Dus aan de kant van Sophiasluis, Leiding 9, 5e Rijweg, gaan we daar wat lijnen aanleggen. We moeten ook nog terugkomen bij de gemeenschap, want het gaat toch wel voor wat ongerief, omdat die lijn langs de weg gebouwd gaat worden. En dan gaat het een verstoring van de orde brengen, maar daarover gaan we dan terugkomen bij de gemeenschap. Om het dan gezamenlijk met hun te doen, zodat we dan na een jaar, volgend jaar, midden volgend jaar, dat alles in orde is. En dat we en die voorzieningen hebben en de mensen geen last meer van ons krijgen. Er vindt een grote subsidie plaats bij de verkoop van gas. En in principe wat we met de overheid hadden afgesproken is dat men dus niet alles in één keer naar de gemeenschap zou overbrengen. Ja, toch? De beslissing is eerst genomen over elektriciteit, water en de derde beslissing is gas. Dus daar moeten we nog met de overheid gaan zitten en kijken van welk deel gaan we nu naar de gemeenschap brengen, welk deel gaat de overheid nog steeds op zich nemen en in welk termijn. Maar de prijzen op zichzelf, die zijn er. Alle soort cijfers hoor ik op de straat rondzingen. Maar de overheid is zich van bewust van de situatie dat je dat niet zo één op één kan doorsturen. En dat is juist nu het punt, welk deel ga je nu en in welk tempo ga je dat eventueel verder aanpassen. En die besprekingen zijn we nu met ze bezig. Gisteren is het even aangeroerd, maar we gaan dan verder, vooral met het ministerie, valt onder het ministerie. Dan gaan we met hun dan verder dit uitwerken. En dan, zodra we de regering het besluit genomen heeft, want het hangt ook aan, samen met het sociaal programma, die 1800, ook daar is er een deel voor gas weggelegd. Dus de regering doet zijn deel en dan geven ze ons de instructie. En zodra we die hebben, dan gaan we dat delen met de gemeenschap. En ook proberen die gemeenschap aware te maken van het komt eraan, let op, doe dit, doe dat niet enzovoort. Is er een termijn? Als je voor ons cashflow-wise zeg ik morgenochtend. Maar de regering heeft een groter spel dat ze spelen. Dus we zijn met ze bezig en ik denk, het is beloofd dat het niet te lang meer gaat duren. Dus we gaan kijken. We gaan eraan werken. Wij zijn in ieder geval ready om elke beslissing die er wordt genomen uit te voeren. Op donderdag 6 juli 2023 is in Sint-Laurent-du-Maroni, Frans-Guyana, de 2e geherstructureerde River Council-vergadering gehouden tussen Suriname en Frans-Guyana. Het doel van deze bijeenkomst was het verder bespreken en uitzetten van activiteiten die het gezamenlijk beheer van de Marowijne en Lawa-rivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied kunnen verbeteren. De Surinaamse delegatie werd geleid door waarnemend directeur internationale samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Elisabeth Bradley. De functionaris legde de nadruk op de 4 pilaren management, milieu, veiligheid en sociale sectoren zoals onderwijs, sport, cultuur en gezondheid waarop de River Council zich toespitst. Zij gaf aan dat deze zijn ingericht om de discussie te leiden en om zodoende doelgerichte resultaten te boeken. Directeur Bradley vroeg ook aandacht voor de situatie rondom de verzekering van auto's en trucks die richting Frans-Guyana slechts op Frans grondgebied verzekerd kunnen worden, terwijl dat andersom niet het geval is. Roy Samuels, commandant van het Korps Militaire Politie, belichtte de criminele activiteiten die op de rivier plaatsvinden. Hij gaf aan dat er op het stuk van veiligheid een goede samenwerking is tussen de justitiële autoriteiten van beide landen. De Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft een incasso-kantoor geopend in het resort Wageningen in het district Nikeri. Dit gebeurde op dinsdag 11 juli jongstleden, dit nadat eerder op de dag het startsein was gegeven
voor de boring van een tweede waterbron in Henaar. In Wageningen viel president Santokki de eer te beurt het naambord van het incassokantoor te onthullen. Wij brengen u hiervan de volgende reportage. Gevraagd aan de minister, minister graag één loket vrijmaken zodat we in hier ook een EBS-ruimte kunnen krijgen. Een incassokantoor, zodat de mensen wederom geholpen kunnen worden hier. Het verzoek ligt al bij u en ik hoop dat het misschien al 50% een beetje rond is ook, want die gesprekken heb ik al ook gevoerd. Dus ik kijk er naar uit, president ook naar u een beetje. Dat u, ja oké, dankjewel. Maar in geval. Ik wil u alvast feliciteren, het zal niet te lang houden. Maak er goed gebruik van, maar er komen nog heel veel mooie dingen. We zijn namelijk hier om onze jongste incassokantoor in gebruik te nemen. Jullie weten allemaal in Wageningen hoe het aan toe ging. Jullie deden het bij postkantoor. En postkantoor was niet altijd open. Uiteindelijk was er een probleem. Maar nu zijn we gestart hier met een SUM incassokantoor. En natuurlijk, zoals de burgermoeder heeft gezegd, EBS komt. Omdat we een hele goede samenwerking hebben met EBS. Dus volgende week gaan we al beginnen te praten met EBS. En dan geloven we dat in deze maand zelf of begin volgende maand, dat EBS ook hier hun incassokantoor of ook hun transacties gaan plegen. En we hebben beleid gemaakt, laten we de kleine persoon beschermen. Laten we die personen die bredere schouders hebben, zoals de ministers, de directeuren, meer betalen. En ze gaan ook meer betalen voor water. Ze gaan ook meer betalen voor elektra. Zodat die mensen daar beneden niet veel hoeven te betalen. Jullie gaan een kleine verhoging krijgen, maar met die verhoging kan je uitkomen. Met de hoeveelheid water wat je gebruikt, kan je uitkomen. Maar heel de joh, was die waggie, en dat dier water, dat heb je pijf in toe. Toch? Dus mijn mensen, wees zuinig. Ik feliciteer jullie allemaal dat jullie vandaag hier op Wageningen, heel dicht bij huis, je rekening, zelf kunnen betalen. Binnenkort ben ik blij te horen dat er ook EBS hier betaald kan worden. En next step is digitaal. Nee, naar Konja, je is donau zo. Dan maak je over. En dan ga je zoveel tijd besparen om andere dingen te doen. Dat ik kan was aan in Nijari, wat Tayawiri, wat Okro, wat Tomati, wat Bakba. En dat ding, zijn je last jaar zo, je winnen dat kan je tijd productiever gaan inzetten. Van ieder gefeliciteerd en maakt u er goed gebruik van en wees u zuinig op water. God bless you, thank you. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.